We staan hier op het burgemeesters Bodensportmarkt in Elburg op het hoofdveld met de beide trainers Johan Warmelink en Egbert Kracht. Zojuist hebben we de wedstrijd gehad, ESC Overjas. De stand is 3-0 geworden voor ESC en daarmee heeft Elburg de Veluwe Cup gewonnen. Vorig jaar werd het in Oldebroek gespeeld en dit jaar in Elburg en volgend jaar in het Harde. Ik begin met Johan, hoe kijk je terug op dit toernooi? Ja, op zich een hartstikke mooi toernooi. Kijk, als je dan moet je er wel wat meer uit dan wij hebben gedaan. Kijk, de wedstrijd tegen Hierden, dan levert je dat echt mooie momenten op. Kijk, en William van Ul die heeft dus al wat langer met ons meegetreden. En Benny die komt er net deze week nieuw bij. Je schuift tussen en dan zie je dat de communicatie onderling gewoon nog niet goed is. Dat we gewoon overal een stap te laat komen, vandaag in ieder geval. Kijk, vorige week was het nog aardig. Maar ja, vandaag begin je ook met jongens die er ook al voor moeten vechten om een plekje te veroveren. Ja, en dan tweede helft kom je eigenlijk met de selectie waar je eigenlijk een beetje naartoe wil werken. Maar die hebben het ook niet laten zien. Dat viel me dus wel een beetje tegen. Dat is een beetje. Ja, we lieten ons constant de bal afpakken, konden een vrije man niet vinden. En op laatste het idee dat we het ook wel goed vonden. Dat vond ik jammer. Ja, ik vond het verdedigend OWS vandaag eigenlijk niet best. Nee. Nee, dat klopt ook. Ik vond Sander dat hij normaal vorige week uitstraalde, dat die man van Hovast en Stavast was, dat viel mij gewoon tegen. En Ben net zo. Dat zijn jongens waar je normaal op kunt vertrouwen. En die lieten hier nou de ploeg een beetje in de steek. Ze konden geen bal aannemen achterin. Dat durven ze nog niet. Dus dat viel me een beetje tegen. Ja. Hier staat dan de winnende trainer Egbert Kracht. Je bent nog maar net eigenlijk bij de groep ESC. Vorig jaar was je trainer bij ASC Dalfsen. Ja, hoe ben je eigenlijk hier terechtgekomen in Elburg? Ja, hoe komen trainers bij een club terecht? Hè? Er komt een procedure waar een club een trainer zoekt. Het is een publiek geheim dat ik wel graag bij Elburg wilde komen. Dan gaat het lopen en dan krijg je de gesprekken en dan kom je er op een gegeven moment uit. Zo gaat het. Ik heb vorige week de wedstrijd ook gezien tegen het Harde en vandaag tegen Overjas. Ik moet zeggen, jullie spelen eigenlijk goede combinatie voetbal. Dat heb je als trainer er eigenlijk al behoorlijk snel ingebracht. Ja, kijk, je gooit het nu natuurlijk niet zomaar om. Ik bedoel, er moet wel een flinke basis zijn bij de mannen die dat moeten doen. En dat zie je gewoon. Ik kan niet zomaar opeens als binnenkomende trainer zomaar opeens voetbal te brengen. En goed, er zit ook gewoon heel veel voetbal in. Proberen ze een beetje anders te laten denken dan ze afgelopen jaren gewend waren. Nou goed, daarvoor ben je ook dan met dat idee word je hier ook trainer. En dat probeer je in uitvoering te brengen. En zo probeer je ook nu ook te voetballen. En dan zie je toch in de wedstrijden die je nu speelt dat we toch nog te veel momenten hebben waarin de bedoeling is dat we vooruit gaan verdedigen bij op het moment van balverlies. En dat we toch nog te veel momenten hebben dat we toch nog even elkaar de veiligheid van elkaar opzoeken en dat we achteruit gaan voetballen. En dan komen we wel weer in balbezit door een heel veel drukte op een klein gebied. Alleen dan missen we de aanspeelmogelijkheden om weer vooruit te voetballen. En dan zoeken we nog net te veel de lange bal. En dat moet er gewoon nog meer uit. Nou goed, daar zijn we mee aan het werk. Veel positiespel spelen, veel vooruit verdedigen, veel agressief vooruit verdedigen. Er vallen nog wel dingen te doen bij ons. De eerste 20 minuten waren vandaag goed. Daarna wordt het een beetje, misschien ook door de snelle 2-0, wordt het een beetje speels. En dan vergeten we echt te gaan voetballen. Dus ik ben gedeeltelijk tevreden over vandaag. Speel je in de eerste helft ook met de basis 11 voor het komende seizoen of kan ik dat nu nog niet zeggen? Nee, dat kun jij nog niet zeggen. Dat kan ik ook nog niet zeggen. Ik weet het nog niet. Ik heb de jongens van tevoren ook gezegd van er zijn nog zeker dingen die ik vandaag wil zien. Die ik vandaag wil proberen. Zoals we hebben vandaag ook weer met een andere back gespeeld. We hebben op beide kanten. We hebben iets weer met een ander idee gespeeld voorin. Want tot nu toe hebben we alleen maar gespeeld met Betjan en met Remco voorin. Vandaag starten we met Marco en met Remco voorin. Middenveld weer iets anders. Ja, goed, je probeert wat. En daar zal straks een basiself uitkomen. Maar je moet ook weer terug kunnen vallen. En dan moet je ook weten wat er mogelijk is. En dat probeer je in dit soort wedstrijden. Daar is voorbereiding voor. En met zulke tegenstanders, met een goede weerstand, is dat ideaal om uit te gaan proberen. Johan, ik kijk even vooruit. We hebben nog het bekerprogramma. Nog twee wedstrijden. Op dit moment hebben we gespeeld tegen Heerden. Voorwis gespeeld tegen Heerden. 3-3. En Doornspijk tegen Vaassen 3-3. We staan allemaal gelijk. Overigens moet nog naar Doornspijk toe en naar Vaassen. De volgende ronde moet er haalbaar zijn. Nou, dat vind ik ook. Kijk, als ik vandaag zie welke kansen William krijgt.
Nou, die normaal moet hij die maken. En dan en als ik zie hoe Benny hem dan wegstuurt. Nou, als die onderlinge communicatie wat beter wordt, dan heb ik er alle vertrouwen in. Want hij had er, we zijn nu 3 wedstrijden onderweg. En hij had er zeker 4 of 5 al kunnen maken. Als hij gewoon iets eerder beslist. En dat gevoel moet hij gewoon nog even weer krijgen. En ik denk dat hij gewoon de eerste moet maken dat hij los is. Want hij wil heel graag, denk ik. En hij wordt op een goede manier weggestuurd. Ik bedoel, Benny verraste mij heel positief vandaag. Nou, en dan denk ik dat vooral in de eerste helft liet hij de kanthalve liet hij in de steek. Ah, in de tweede helft, Gerdo, die pakt het geweldig op, Gerdo van Hul. Maar die kan het ook niet alleen. Kijk, we moeten als ploeg opereren. Als we dat doen, dan komen we een heel eind. Maar als we dat niet doen, dan gaan we achteruit lopen. Ja, dan worden we geslaagd. En ook met Ben en ook met Sander. Dan worden we gewoon geslaagd. We moeten heel, heel geconcentreerd zijn. En het echt met elkaar doen. En niet dat hier en daar een keer eentje de geest krijgt. Want dat schiet niet op. Is het niet verstandig om dus... In het bekerprogramma, je krijgt dus nog 2 bekerwedstrijden, om dan te gaan starten met de ploeg waar je mee in de tweede helft mee begonnen bent. Om toch richting de competitie een vast patroon te krijgen? Ja, denk het wel. Kijk maar, het wordt steeds duidelijker. Alleen daar zijn deze wedstrijden wel voor. En ik denk dat de jongens zelf de ogen ook open gaan van verdorie. Zo moet het niet en anders moet het wel. Kijk, zoals het in de tweede helft stond, dan denk ik dat iets vaster staat. Maar niks is te vast natuurlijk. Kijk, je moet wel mensen hebben die erachter staan. Want anders kun je zeggen, die rest doe je gewoon weg. Ik vind, als we voorkomen staan, dan heb je aan Johan heb je heel veel. Alleen als je achter staat, dan moet je lopers en diepe lopers hebben. En als ik zie hoe Ricardo de bal vrij kan krijgen. We hebben 2 keer een voorzet. Alleen doen we gewoon niks mee. William van wordt 2 keer weggestuurd, moet er meer mee doen. Ja. Nou, en dan is het bij hun elke kans is gewoon een doelpunt. En nou, daar hadden misschien al een paar meer kunnen vallen. Ja. Maar wij hadden er ook zeker zelf 2 of 3 kunnen maken. Want William had toch zeker 200% kansen gehad. Ja. Zeg Egbert, ik kan nog weinig vertellen over jullie bekerprogramma, want jullie hebben nog geen wedstrijd gevoetbald. Maar wat zijn jouw verwachtingen met dit elftal in de competitie in de eerste klasse? Wat wij willen is gewoon lekker gaan voetballen, plezier moeten vanaf stralen. En wij willen een stukje spel op de mat leggen wat herkenbaar is, wat herkenbaar wordt voor ESC, waar men graag naar kijkt. En als je die dingen weet, dat is je voornaamste doelstelling, als je die dingen weet te realiseren, dan zitten wel resultaten aan gekoppeld. En dat komt dan vanzelf. Ja, ik vind het gewoon heel moeilijk in te schatten waar gaan, want het zijn natuurlijk wel hele goede ploegen. En wat dat betreft is ESC nu in een sneltreinvaart van 3 naar 2, van 2 naar 1. En ja goed, dat valt ook allemaal niet mee om nu gelijk weer al verwachtingen qua waar te maken, om daar een klassering aan te koppelen. We willen lekker ballen. Het moet uitnodigend zijn om naar het Burgemeester Bodensportpark toe te komen. En om een leuke pad voetbal te zien. En dat zeg ik, dat gaat dan wel gekoppeld aan resultaat. Dat komt dan vanzelf. En als dat nu een periode is of een linker rijtje of net boven de streep, dat zullen we wel zien. Je hebt een hele jonge ploeg. Ik dacht dat de leeftijd gemiddeld ongeveer 23 was. Dat zal een hele opgave zijn voor de jongens. Ja, dat is ook zo. Maar er zit zoveel kwaliteit in deze groep. En het is zo leuk om deze groep training te geven. En ik bedoel, het is niet alleen de eerste 20 minuten die we vandaag voetballen is leuk om te kijken. Maar op de training, als je die mannen ziet combineren, dat is ook fantastisch om te zien. Dus voor mij als trainer heel leuk om te geven. Dus voor de jongens prettig om te gaan. En die kwaliteit moeten we nu omzetten in volwassenheid. En niet, de jeugdigheid moet er zo meteen vanaf. En de jonge mannen moeten volwassen worden. Maar dat gaat zeker lukken. Jammer. Dan gaan we even kijken. Dezelfde vraag kan ik eigenlijk ook aan Johan Warmelink stellen. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar in de presentatiegids van Overjas stond een verhaaltje van Johan. We gaan dit jaar bij de eerste 5 redden. Dat proberen we bij te komen. Dat is net niet gelukt. Je hebt dit jaar 3 ervaren hoofdklasses erbij. En William van den Hul, Benny Veldtoen en Sandra Meisner. Ja, wat zijn dan de verwachtingen voor dit seizoen? Ja, je kunt wel weer wat gaan roepen, maar ik vind dat we het zeker van hetzelfde uit moeten gaan. En kijk, Horst is met, tenminste als je het zo hoort, die hebben goed ingekocht. Dus die zijn met vlag en wimpel periode of kandidaat voor de kampioenschap. En daaronder zijn een ploeg van 6, denk ik, die mee kunnen gaan doen. En daar zijn wij er ook zeker één van, dat geloof ik zeker. Kijk, vandaag is het dan misschien dat hun ons zo kort vastzetten dat we er niet uit konden komen. Maar als ik afgelopen donderdag op de training kijk, hoe we dat positiespelletje spelen. En dat iedereen heel enthousiast meedoet, dat zo in één moment maar weer doorgedrukt kan worden.
kijk, en dat moet ons gewoon niet weer overkomen. Dat is gewoon de angst van de afgelopen jaren nog van die... Van die dingen die nu vandaag weer naar boven komen. Kijk, als je dinsdag de tweede helft zag, dan zit er weer een twinkeling in. Dan zit er weer een drive in, dan zit er weer een geloof in. Kijk, en dan vandaag heb je alleen misschien Erik en Gerdo die dan, en Ricardo ook, die echt het gevoel nog weer terugbrengen. Maar het is te weinig. Er moet gewoon de hele ploeg moeten volgaan. En dan is het niet zo dat wij al een ploeg zijn die een tegenstander kapot spelen. Maar die er wel overheen kunnen counteren en beter uitspelen als vandaag. Mag ik beide trainers voor het volgende, voor dit seizoen althans, heel veel succes wensen. En echt wel kracht. Jij gefeliciteerd met die beker. Want Elburg is dit jaar winnaar geworden van de tweede editie van de Veluwe Cup. Iedereen kan even blijven even staan. Hey, heel de sessie. Levi.